van Uber Queen Games. Welkom bij deze nieuwe vlog. Vandaag is mijn zus D jarig en eigenlijk vandaag voor jullie niet meer. Maar het is vandaag 5 september en ze is gewoon jarig, jongens. En Don is er net aangekomen. Yo! Ik moest vandaag voetballen, jongens. Ik stond centrale verdediger en dat is helemaal nieuw voor mij. Mijn kamer is een rotzooi, Don. Ik moest eigenlijk nog opruimen, maar heb ik niet gedaan. Maar ik moest voetballen en ik sta sinds kort centrale verdediger. En het gaat best goed. En zo'n gast werd helemaal lijp, joh. Die ging me uitschelden voor... Alleen maar omdat ik hem de hele tijd de bal afpakte. En Bjorn is er ook. Hoi, Bjorn. En we gaan gewoon een feestje bouwen. Rob en Mark gaan even op het oxbord. Dus we gaan even filmen. Kijken of ze gaan vallen. Voor en was de achterkant. Met die lampjes is de voorkant. Dus je moet andersom. Ja. Wow, joh, kerel, je kan niet gelijk in één keer. Ik ga je helpen. Nee, stop. Ja, weet je het zeker? Gast, maar, zie je... Je moet deze kant eens volgen. Gast, je hebt hem niet eens aangezet. Je hebt hem niet eens aangezet. Kerel, man. Nu doet hij het pas. Ik zou eerst even daar weten. Kerel, dit gaat zo mis. Als je valt, heb je echt veel ouw. Rustig. Nu gas. Lekker, jongen. Naar voren. Heel erg. Ja. Niet helemaal gelopen. Oké, keihard, Mark, je kan het. Holy shit, dat was heel close. Bijna onze voeten eraf. Don Dick. Hoi, Enzo. Enzo is er weer bij, jongens. Is hij dat blauwe licht? Dat is Smurfeland. Donze neus is fucking hard, hè? Echt? Hij is gekneusd. Oh, het is gelukkig water. Dat heb ik altijd. Je hebt stomp op mijn neus, ik heb water. Gaat wel. Ja, dan denk je dat het bloedneus is. Oké, het gaat nog goed. Don. Ja? Weet je wat er morgen gaat gebeuren? We gaan het Ik krijg heel hard poepen. Goed zo, ik ook. We zitten hier in het YouTube-huis samen met Don en hem en ik ben nu de vlog aan het verpesten van Quinn. Och, dat boeit me niet. Echt een kut vlog. Nee! Oké, jongens, ik zat net op de trampen, maar ik deed verkeerd achteruit zat en nu zit mijn knie verkeerd ofzo. Hoe noem je dat? Knie zit goed. Nee, maar even serieus. Als ik hem buig, ja dan... Wacht. Doe het gewoon maar Quinn, je moet gewoon in één keer zo knap met je knie in één keer zo doen. Ja. Nee, ah, dat kan maar echt ik niet. Ik had met jouw video gemaakt dat je zo... Doe nog een keer. Ja, nee maar kijk. Mijn knie zit echt verkeerd. Op school hè, was er een jongen, die heet Adel. Die pakte iemand zijn lintje met gym, maar die rende in één keer weg. Toen viel die. Toen schoot ze, ik zag het recht voor mijn neus gebeuren. Zijn knieschijf schoot in één keer in zijn knieholte. En toen? Er zat hier zo'n hele holte. En dat is fucking eng. En toen sloeg hij hem terug uit paniek. En toen moest hij heel lang met krukken lopen en zo. Hey, misschien is dat bij jou gebeurd, maar heel zacht. Het is wel een leuk verhaal. Doen. We zitten in Milans auto en hij is zo vet, jongen. Holy shit, moet je kijken. Hoi, Sonny. Hoi. Yo, zeg een woord, Quinn. Mami! Nee, Mami, fuck jou, kaas van mij. Oh, ah ja. Nee, ik ben die man. Ik eet mijn Bami. Ik doe mijn ding. Wat voor ruimte op Bami, fucking bitch? Zeg nog een woord. Man. Dronken. Man. Boodschap. Hey, Giel jongen, boodschap. Hey. Oké, ik stop. Een briefje in een fles. SBS 6, fuck die bitches. Stop die boodschap in die fles. Ik doe die dingen op de post. Nee, ik gooi ze in de zee. Ik heb geen diploma, nee, ik hoef geen B. Ik heb een A'tje, daar ben ik prima mee. Ik doe mijn ding, ja, ik ben gewoon blij. En ik heb die Quinn aan mijn zij. Dom, fuck jou. Hoe oud was je toen je 12 was? Fucking bitch, ik doe de was. Kind kan de was doen. Oké, ik ben geen voetballer, ben geen jaapstam. Maar bitch, ik ben een boomstam. Voor jou is het Konkelige. Fuck, ik moet je bij woorden pikken. En nog één woord. Lampion of Kegel? Nee. Welke?
Bami-bal. Sinterklaas. Sinterklaas. Yeah. Ik was 5. Ik dacht, shit, this is my life. Ik dacht, hey, 5 december, turn the fuck up. Ik had elkaar in mijn cadeautjes in de club vanaf. Hey, er kwam die fucking Sinterklaas. Ik dacht, hey, Sinterbaas, geen machine en met wat haast. Hij gaf mijn pepernootles voor de hinder. Maar ik was een kindje in de hoek, ik was aan het huilen met een boek. Shit, wie geeft je kind nou een fucking boek? Ik ben nu 17, ik geef je een boek. Nee, grapje. Ik doe niet aan geweld. Bitch, ik heb het sokken, ja, ik ben een held. Holy shit! High five! En die was slecht! Hoge 5 man, hoge 5! Oké, een paar uur later. En we gaan Joost laten schrikken. Kom, kom, kom. Eens bekend of eens gekend? Hele meneer. Op Instagram. Man, jongens, Dom is echt verslaafd aan dat bord. Hij zit echt al twee, ik denk dat hij sinds dat hij hier is. En in totaal echt... Een smikkelbeer. Lekker en zo. Echt 2 uur of zo erop heeft gezeten. Echt wel meer misschien. Nee, bij elkaar al de tijd, denk ik echt wel 2 uur. Ja, echt maar veel. Weet je wat het is? Sonny met zijn eten. Altijd eten, hè, Sonny? Pizza. Ja, altijd geef eten. Weet je wat het is? Ik vind deze dingen heel vet. Ik kijk ze heel lang op internet en ik wil er al heel lang in hebben, maar het is een beetje... Oké, nu gaan we gitaar spelen. Nee, jij moet op dat Oxford gitaar spelen. Gozer. Goed zo. Ik ben alleen G als je capuchon nog hebt. Thanks. Jongens. Kwee, film mij. Kerel man! Hoorde je dat? Hoe is het mogelijk, gek? Hey, kerel man! Pam, pam, pam. Mensen, het is prik gelaten. Ik ben ook. Ik weet niet, nou, ik ga nog wel even wakker blijven, maar we moeten voor morgen wel een beetje fit zijn, hè? Want anders gaat het niet goed. Kom, inderdaad. Het is nu. 3 uur. Half vier. Half 5. Half 9. Nee, het is 3 uur. Dus. Nou, 3:15 denk ik ongeveer. Maar we gaan lekker liggen. We moeten wel even bedjes klaarmaken. En dan komt het helemaal goed. Gaan we slapen. We gaan heerlijk dromen. En voor jullie doet onze nacht 1 seconde. Dus tot morgen. Tot over 1 seconde. Yo mensen, we zijn weer wakker. En mijn stem is nog een beetje raar. Maar ik heb heel erg pijn aan mijn pols. Gisteren bij voetbal toen werd ik geduwd en toen ving ik mezelf een beetje op. Dus nu doet het best pijn met bewegen. Maar we gaan zo naar de Eindhoven meeting. En dan ga ik jullie gewoon meenemen. Het wordt fucking leuk. En ik denk dat er heel veel mensen zijn, maar dat weet ik niet zeker. Ja, we hebben net ook even een broodje gegeten. En kijk, misschien komt Dom eraan. Dus, of Enzo. Ga dat pakken. Enzo! Ja. Kan je eens komen helpen? Ik zag je al, ik schrok alsnog. We gaan straks naar de meeting. Met allemaal mensen. Allemaal mensen. En het gaat vlogen. Een hele vette beeld opnemen. Ja. Pak de vissticks. Dit is trouwens Don, ik heb gisteren niet heel veel gefilmd. Maar... Gloeiende vissticks. Dit is Don, ik ken hem niet. En dit is gewoon zijn normale hoofd. Yo Joost, wat doe je nou? Oh, je al die camera's in de gegeven. Nee, je wordt er helemaal gek van, hè. We zijn bij het treinstation. We gaan met de trein. Oh, hier kan ik goed in. Tot zo. We zijn er bijna. Jongens, we zijn aangekomen in Eindhoven en ik ben best wel heel erg zenuwachtig. Ben je helemaal niet aangekomen? Ja, echt gewoon. Oh, echt gewoon. Ik ben niet dik gek. Dat zei ik toch niet? Je ziet dat ik ben aangekomen. Goeie, dat is zo fijn, hè. Jongen, achterkant! Ik loop naast hem, dat moet ik niet in. Yo, ik zei het er voor heel veel halen.
Meteen doorlopen, niet stoppen, niet stoppen. Ga je er zo weer over gaan? Shit, jongen. Ja, super vet, jongen. Ja, dat was echt fucking. Ja. Op weg naar Utrecht Centra. Oh. Hey, we hebben allemaal dezelfde. Oh my god. We hebben allemaal dus echt precies dezelfde. Zelfde merk, zelfde type, zeg maar. Dat is best cool. Dat is echt fucking. Uitblazen. Ja. Kom eens. Hier, kijk, je moet zeg maar hier staan. En hier zo doen. En dan daar hier naar kijken. Gewoon. Oké, nu komt cool muziek. Ik vind je echt koppigheid. Mensen, we zijn nu in de trein van Utrecht naar Driebergseist. En dan zijn we bijna thuis en gaan we eten. Ja, en dan gaan we eten. En dan daarna ga ik naar huis en dan ga ik morgen weer naar school. En ik ga morgen jullie mijn school laten. Nee. Oh ja, en kaas is lekker. Hey, oh ja. Zou iemand een kip kaassoufflé moeten uitbrengen? Een kaassoufflé met stukjes kip erin. Mensen, ik ben thuis. Dit is mijn eten, Fuyang Ai met saus en bami. Dat eet ik altijd als ik Chinees eet. Vind ik heel lekker. Ton heeft ook eten, Enzo ook. Wat? Enzo, ik ben Enzo. Oh. Nee, ik ben Enzo. Oh. Wie is nou Enzo? Ik snap het niet meer. Nee, we hadden het er net nog over. Ik moet nog heel erg wennen dat er nog een Enzo is. Maar ik zei, ik ben blij dat deze Enzo aardig is, want het zou wat zijn als het een klootzak was. Goed verhaal. Dus ik ben blij dat wij gewoon chillen gasten. Yeah. Jongens, wat is er aan de hand? Vlees laten vallen in de toilet. In de wc. Je wou toilet en wc in één zeggen. Maar mensen, dat is een superleuke dag. Ik ben moe. En Enzo en Don gaan straks naar huis. Dus dat is een beetje jammer. Maar ja, aan alles komt een eind. Ja, alles komt een eind. Zelfs aan school. Ooit. Nee, man. Hey, yo, jullie weten mijn kanaal. Je kunt me checken altijd, yo. Maar mensen, heel erg bedankt voor het kijken. Je dubbel. En duimpje omhoog. Abonneer je beneden. Check hun kanalen in de beschrijving. En ik zie jullie de volgende keer. Later! Yo, peace.